Ja, daar zijn we weer met een nieuwe vlog en we zijn vandaag in een sprookjesbos. En dit zijn onze sprookjesfiguren van vandaag. Anneke, Jan en Tineke, waar ben je? Je staat verstopt. Helemaal in camouflage. Wat heb je een mooi bos uitgezocht. Ja, prachtig is dit, hè. Maar kijk, kijk, kijk hoe mooi dit is. Omgevallen, hele oude hulst. Wauw. Maar als je hier, je moet eigenlijk even door je knieën, want kijk eens hoe fantastisch dit wortelgestel is. En dit is weer echt een plek waar vogeltjes in kunnen nestelen. En kijk, hier zit zelfs een nestje. Dat is vers mos, dus dit is vers gemaakt. Ik denk een winterkoninkje. Winterkoninkje heeft meerdere nestjes altijd. Uiteindelijk kiest hij er één van, of het vrouwtje eigenlijk. Dus het ziet eruit dat deze niet bewoond is, maar deze is wel vers gemaakt. Nou ja, dit soort plekjes biedt zo'n omgevallen huls en dat vind, ik vind het echt prachtig. En is het ook een goede plek voor kabouters? Reken maar! Ik heb nog niet ergens een rood puntmutsje ergens bovenuit zien. Nee, hè? Maar het zou me niks verbazen. Is dit het geluid van de week, Jan? Wat? Hoi. Je kunt er een beetje... Geeft hij antwoord? Ja, je kunt daar een goed gesprek mee voeren, ja? Hoor. Ja. Hij kan het niet zo heel goed, maar als je het goed kan, dan kun je ze roepen. Dan komen ze naar je toe. En wat horen we dan? Wielenwaal. Nou, wat ben je meer zijn bek houdt hier. Ja, dat is altijd zo. Ja, het zit er alweer bijna op voor vandaag. We gaan nog naar de quiz. Maar eerst nog even het goede antwoord van vorige week. Bert, wij zagen iets heel bijzonders. Tenminste, ik vind het heel bijzonder. Een jong vogeltje, maar ja, wat voor een? Het antwoord was B, een jonge kieviet. Ja, nou, en we zijn gauw weer weggegaan, want die moeten we gewoon met rust laten. Ja, moeten we met rust laten. Ja, dus ze zijn nu bang, dus ze worden koud, dus we moeten snel weg. Goed zo. Dat wist jij, hè? Ja, dat weet ik. Heel goed. Wat is de vraag van deze week? De vraag van deze week is... Nou? Wat hebben we hier? En Loes, je moet wel even... Je moet eraan ruiken. Je moet eraan ruiken. Dit ruikt lekker. Ja, heerlijk, hè? Heerlijk. Maar wat is het eigenlijk? Is het een sering? Is het een zoete kers? Of is het een inheemse kers? Nou, laat je antwoord hieronder achter in de reacties. Volgende week vertel je wat het goede antwoord is. Jazeker. Tot dan. Doeg. Doei.